Hoi, ik ga je laten zien hoe je een 1¼ inch krultang kan gebruiken. Dit is mijn nieuwe krultang. Hij is een stuk dikker dan mijn oude. Nou ja, die andere die is dus 1 inch en dit is 1¼. Ik wil eigenlijk 1½ inch kopen, maar die was echt zo, dus zeg maar zo nog. En dat zou meer voor echt zo'n slag zorgen. En dit zorgt echt voor perfecte grote krullen. Ik vind hem super fijn, want je kan er heel snel krullen mee maken. Veel sneller dan die 1 inch, want hij kan meer haar pakken. Ik heb mijn haar gewassen net. Ik kom net onder de douche. Nou, ik heb hem wel opgemaakt, maar is een beetje handdoek droog. En dan ga ik er eerst krulmoes in doen. Nou, zoiets. Vrij lang haar. Dit is de speciale voor krullen. Deze is van John Frieda. Je hebt ze van verschillende merken, maar ik vind deze erg fijn. Nou, maak alvast een zijscheiding. Of niet, als je dat niet wil. Maar ik vind het altijd leuker staan met krullen. Zeker grote, losse krullen. Zo. Nou, er zit overal wel krulmoes in. En nu ga ik een heel klein beetje serum erin doen. Dat is voor de föhn en de krultang, zodat het mijn haar beschermt. Een druppeltje. Die was van Chi serum. Een beetje in de puntjes ook. Zo. En nou ga ik het droog föhnen. Oké, nu is het droog. Even kijken. Zo'n borstel. Borstel het even door. Kijk, zoals je ziet is mijn haar al een stukje dikker door de mousse. Nou, zet je krultang aan. Ik doe hem op de heetste stand altijd en wacht even tot hij opgewarmd is. Bij deze duurt het een minuut ongeveer. Deze tang is van Andy's Gold trouwens. Dit worden 3 plukken. Dus links, rechts en de middelste. Zo. En die ga ik dus krullen. Is hem dan. Ik krul hem naar beneden. Dus die klep boven. Ik haal hem er helemaal doorheen. Dit is een trucje wat ik gemerkt heb dat het echt goed werkt. Want op deze manier maak je het haar al helemaal warm. En nou, je kan het dus op verschillende manieren krullen. Maar ik vind bij deze het fijnst om hem gewoon helemaal tot het einde te doen. En dan te krullen. Maar dat komt omdat ik vind het mooi als het zeg maar beneden een beetje slagkrul heeft en boven niet heel erg. Als je het helemaal vanaf hier zo wil, dan moet je het op een andere manier doen. Is klaar. Nou, 3 krullen maar. Wat ik nu ga doen is dit zo erin doen. Gewoon zo. Dan weet ik dat dat haar gedaan is. Dan doe ik 3 krullen en aan die kant ook 3.
snel. En de krullen zitten erin. Sommige wat strakker dan andere, maar die moet je een beetje losschudden. Het zakt sowieso een beetje uit, maar ik vind dat zelf mooier dan van die hele strakke krullen. Dus, en dat is het. En dit in ongeveer 10 minuutjes, 15 zoiets. Maar ik heb natuurlijk ook gefeund en zo. En nog een klein beetje haarspray erin. En bij mij blijft dit de hele dag zitten. Bij het laatste filmpje had ik het zo helemaal zonder stijlproducten gedaan en zo. En toen zat het er echt uren in. Toen ik dat filmpje omnam, zat het er denk ik al 6 uur in of zo. Dus. Nou, that's it.